In deze video gaan we kijken naar twee bijzondere lijnen. En we beginnen met de middenloodlijn. Het principe van zo'n lijn is eigenlijk het volgende. Stel je hebt twee gegeven punten, ga dan eens precies in het midden daarvan een loodrechte lijn tekenen. En om dat te doen hebben we een geodriehoek nodig. Dus die pakken we erbij en die gaan we zodanig neerleggen dat we een lijn tussen punt A en B kunnen trekken. Als we dat hebben gedaan, zoeken we het midden op. Ik zie hier dat de lengte 7 centimeter is, dus het midden daarvan is 3,5 centimeter. En dan zet ik een nieuw punt, in dit geval punt M. Vervolgens verschuiven we de geodriehoek totdat de nul van de getallenlijn precies op M ligt. Als we nu een loodrechte lijn door M willen tekenen, moeten we de driehoek nog draaien. En nu kunnen we een lijn trekken door punt M, waarna we de geodriehoek weer weg kunnen leggen. Wat je hier nu ziet is een correct getekende middenloodlijn. Maar we moeten nog even wat aanvullende informatie in de tekening zetten. Want de twee lijnen staan loodrecht op elkaar, dus geven we aan dat er een hoek van 90 graden is. En bovendien geldt dat de middenloodlijn de punten A en B midden doordeelt. Dus lijnstuk AM is even lang als BM. Dan gaan we nu door naar de volgende lijn. En dat is de bisectrice. Een bisectrice is een lijn die een gegeven hoek in twee even grote, kleinere hoekjes verdeelt. Dus we pakken er even een hoek bij. Hoekpunt T gaan we nu in twee gelijke hoekjes verdelen. Als eerste gaan we deze gegeven hoek opmeten. Dus we leggen de 0 op punt T en de getallenlijn langs één been. En nu zien we dat de totale hoek 60 graden is. Een bisectrice deelt een hoek in twee gelijke delen. Dus de bisectrice zal bij 30 graden moeten lopen. Want 30 graden is de helft van 60 graden. Dus daar zetten we even een stipje neer, zodat we weten waar precies 30 graden zit als we de driehoek weghalen. Nu kunnen we een lijn trekken door dat stipje en door punt T. Hiermee hebben we dus een bisectrice getekend. Tot slot zetten we nog even de juiste informatie bij. Want om aan te geven dat we nu twee even grote, kleinere hoekjes hebben, zetten we er hetzelfde symbool in, bijvoorbeeld een kruisje. En beide hoeken zijn in dit geval 30 graden. Dat zet je er altijd even bij. Tot zover de video over de middenloodlijn en de bisectrice. Ik hoop dat deze duidelijk was en ik wens je veel succes verder.